Deze nieuwsuitzending is actueel, want we hebben het over een bericht van 20 juni 2018. Wij gaan deze zendung maken, zodat de zendung begrijpbaar is voor zoveel mogelijk mensen. Ik heb aan de lijn Jurk Gliesman uit Leuven. En die kan beter Engels dan ik. Dag Jurk. Dag Perry. Bedankt voor de mooie introductie. Ja, of dat ik beter Engels kan dan jij, dat weet ik zo niet per se. Maar in elk geval lees ik het met een andere intonatie als jij. En met een iets andere uitspraak. Dat in elk geval wel. Ja, ik heb je dan een paar dagen geleden dit artikel gestuurd dat mij meegedeeld werd in een commentaarsectie van mijn toen laatste video. Mm-hmm. Weet ik niet meer welk dat was. Was dat gisteren? Nee, was dat gisteren? Ja, hè? Vielleicht, ja. Ik denk dat dat gisteren was, ja. Dan moet dat video geweest zijn van de Inquisitie, waar ik de eerste nu opgeladen heb, van die inleiding van dat 2000 pagina, drie banden werk dat ik al lezen van Henry Charles Lear van einde van de 19e eeuw. Mm-hmm. Geschiedenis van de Inquisitie in de middeleeuwen. Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Mm-hmm. History of the Inquisition in the Middle Ages. Mm-hmm. L'histoire de l'Inquisition dans l'âge bla bla bla, moyenne, was weiß ich. Er hatte den vier Tale. anyway, ja, da ja, hier so jij kan ook Frans, hè? Ja, een beetje, ja. Da heeft dus iemand een commentaar geschreven, en die commentaar heeft die link gedaan, die je hier in beeld hebt, Paus op ecumenische pilgrimstocht in Geneve, ja. Dus in Genf, ja, aan het meer van Geneve. Ja. In Zwitserland, waar blijkbaar de hoofdzetel is van de World Council of Churches. Bevor we daar dichter op ingaan, op de World Council of Churches, interessant, die vieren dus momenteel hun 70ste verjaardag. Is dat niet interessant dat de Wereldcouncil of de Wereldkerkraad, zoals je dat in Nederland zou moeten vertalen, opgericht werd in hetzelfde jaar als Israël opgericht werd en internationaal herkend werd als een Joodse staat? En dat boek 1984. Ja, dat is weer een ander geval. Ja, 1948 dus. Ja, maar dat gaat weer in een andere richting, ja. Nu, interessant is natuurlijk dat Paus Franciscus, zoals je staat, gaat vandaag 21 juni op bezoek in Zwitserland, Geneve. Dus back to mama, hij is een Jezuïet. En Zwitserland is een Jezuïetenhoogburg, dat weet denk ik iedereen. Dat een redelijk Jezuïtisch land is. Ten slotte is het min of meer opgericht van de Tempeliers. Ook al zijn ze daarna verboden geweest, maar de wortels blijven toch altijd daar. Ja. En Paus Franciscus is ja een Jezuïet, dus hij komt terug naar Mama. Staat hier Greg Burke, directeur van de Vaticaanse... Oh, ik heb bijna poetsdienst gelezen. Nee, persdienst. Ja. En pauselijk woordvoerder noemt het... Citaat, in ecumenische pilgrimstocht. Einde citaat. Ja. Terecht, want het hele eendagsprogramma staat in het teken van de ecumene. Ja, alles staat in het teken van de ecumene. En als de mensen willen weten wat de ecumene is, kan ik hun aanraden in Duits en Engels mijn boeklezing te volgen van All Roads Lead to Rome. Mhm. Alle wegen führen naar Rome. Een boek van Michael de Semlien, wat ik in Duits en in Engels gelezen heb en wat in de gelijknamige afspeelvideolijst te vinden is op mijn kanaal. Dat boek werkt heel veel over de ecumene. Een ander advies die ik kan geven is naar First Amendment Radio te gaan en de lezing van Tom Frist te beluisteren, die ergens, ik denk begin verleden jaar, het boek van Michael de Semlien gelezen heeft, The Foundations Under Attack. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de tweede deel van All Roads Lead to Rome, kunnen we min of meer zo zeggen. Mm-hmm.
En gaat ook over de ecumenische beweging. En ja, natuurlijk een beetje studeren. Het Vaticaanse Concilie van tussen 1962 en 1965. Eind 62 tot eind 65. Het ecumenische concilie. In dat concilie werden alle beslissingen die in het Concilie van Trient 1545 tot 1563 gemaakt werden, nog een keer bevestigd. Ja. Er is dus niks veranderd. Nee. Het enige wat ze veranderd hebben, dat is een beetje de manier van spreken. Ja? Ze spreken niet meer van hereticus, van protestanten, maar ze zeggen van, dat zijn nu, hoe zeggen ze dat weer? Broers en... Separated brethren. Separated brethren, ja. Ja, hoe zeg je dat in Nederlands? De broers die we gescheiden moeten, broers, ja, gescheiden broers. Ja. Het zijn broeders. Ja, zoiets in die richting. Ja. Dus. Oké, okay, ja. Gaan we verder. Ja? Ik ga even scrollen. Het heilige office van de Inquisitie is ook veranderd. Van naam, het noemt nu, in Duits kan ik het zeggen, in Engels kan ik het zeggen, in Vlaams weet ik het niet. Oh ja. Wat is het nu? De office van de for the doctrine of the congregation of the faith. Also in Deutsch ist das das Büro für die Glaubenslehre, mehr oder weniger. Ja, het kantoor voor de geloofsleer. Zoiets in die richting, ja. Zo noemt de Inquisitie vandaag de dag, ja. Nee, interessant is dat, zoals hier staat, Franciscus, dat hij de Wereldraad van Kerken bezoekt aan de vooravond van de 70ste verjaardag van deze ecumenische organisatie is veelzeggend. Een bewijs van zijn oprechte betrokkenheid bij het zoeken naar samenwerking. Dat woord paus en oprecht in een en dezelfde zin, dat is een oxymoron. Oké, okay, dat is 1-0 voor jou. Gaan we door. Gatewaker. Franciscus houdt van interconfessionele ontmoetingen. Nee, dat doet hem niet. Hij houdt ervan dat hij die andere mensen kan bedriegen en daarvoor kan zorgen dat ze allemaal terug bij hem onder de Romeins-Katholieke noemer moeten gaan komen. Ja, klopt. Sinds hij paus is, heeft hij dat meermaals laten zien. Zoals vorig jaar bij zijn bezoek in het Zweedse Lund om er samen met de Lutherse Wereldfederatie 500 jaar reformatie te herdenken. Ja. Als je wilt weten wat de Romeins-Katholieke Kerk van Luther en zijn reformatie denkt, dan moet je dat interview kijken van Bischof Schneider, dat je op het internet kunt gaan vinden, waar Bischof Schneider gefragt wordt in een interview. Luister, Paus Franciscus heeft onlangs op een vliegtuig in een interview toch gezegd dat hij akkoord gaat met de reddingsformule van Luther. Door het geloof alleen zijn we gered. Ja? Dat was ja altijd het credo van Martin Luther. En dat is het credo van de protestanten. Van en dat is vooral het credo van de Bijbel. Ja? Through grace you are saved. Ja? Ja. Door de genade van de Heer zijn jij gered. Ja. En dat niet door jezelf. Niet door werken. Niet door niks wat je doet. Ja? Klopt. En zo is dat dan ook maar. En dus... hij werd dus op de vliegtuig gevraagd wat hij daar nu van denkt. En hij zegt, ja, ik sluit me bij dat verlossingscredo van Martin Luther, daar sluit ik mij aan. Oh. Ja. En daar werd dus die Bischof Schneider voor bevraagd in die interview. En die heeft flap uit gezegd, weet je wat, wat de paus op een vliegtuig zet, dat interesseert geen kreet. Wij hebben reeds een duidelijke standpunt over de redding van de mens. En die is gedaan in het Concilie van Trient. Als de paus in een vliegtuig wat zegt, dat telt allemaal sowieso niks. Dat is niet ex cathedra. Hij is alleen maar onfeilbaar als hij spreekt ex cathedra. Vanuit zijn troon, als hij dan in doctrine spreekt. Op dat vliegtuig kan hem zeveren wat hem wil, dat interesseert geen kat. Moet dat interview een keer gaan kijken. Bischof Schneider, ik kan je dat bezorgen als je dat wilt. Dus, ja, echt waar. Dat is een Duitser overigens. Ja. Niet alle Duitsers zijn slecht.
Dat geloof ik ja, niet. Nee, op de ogenblik als mensen beginnen Romeins-Katholiek te worden, zijn ze geen Duitsers meer. Ze zijn ook geen Nederlanders niet meer, Perry. Nee, dat zijn wereldburgers of zo. Want ze want ze accepteren alleen nog maar de autoriteit van de Romeins-Katholieke hiërarchie en van de paus. Ja, maar je moet toch ergens vertrouwen in hebben? Ja, maar nou, dat wil dus zeggen... Dat is een wits. Ja, maar dat wil dus zeggen, Perry, dat die mensen niet gebonden zijn aan de wetten en aan de regels van de landen waarin dat ze werken en wonen. Ja, klopt. Ja? Ja. Niet daarvan weggenomen dat ze allemaal eden zweren, ja? Dat ze dat land dat ze dienen alleen maar goeds willen gaan doen, maar ja, daarvoor gebruiken ze dan weer hun mentale masturbatie, zoals je dat kunt noemen. Of je kunt het ook noemen hun mentale reservatie. Ja? Maar om dergelijke mentale reservatie in te roepen, dan moet je al mentaal kunnen masturberen. Ja? Ja. Ik vind dat een keer een andere leuke uitdrukking daarvoor. Hele goeie, ja, een prachtige. En je wilde het ook een beetje grappig houden, hè? Dus ik probeer een beetje grappig te zijn. Ja, hier en daar. Ja. Even uitleggen voor de kijkeraars. Mental reservation, dat betekent dat als jij iets zegt, dan heb je daar een bedoeling mee. En die bedoeling die kan anders blijken dan dat wat je gezegd hebt. Want je had een bedoeling. En daarom zei je dat. Dus, met mentale reservatie kan je niet liegen. Je kan alleen maar onhandig liegen. Nu mag jij weer, Jurk. Ja, mentale reservatie is een van de basisonderdelen in de opleiding van de Jezuïten. En hoort ook bij de spirituele oefeningen. Ja, man. Van Ignatius Loyola daarbij. Ja. Nee, twee van zijn voorgangers, dus van Antichrist Franciscus, waren ook al eens bij de Wereldraad. Aha. Paulus VI, na de afsluiting waarschijnlijk van het Tweede Vaticaanse Concilie. Dat geloof ik ook. In 69, ja voilà, dus dat is 4 jaar later. Mm. En Johannes Paulus II in 1984. Ja, in 1984, mensen, 1984, is dat niet dat jaar waar hij in Assisi met al die mensen ontmoet heeft, met al die verschillende shamanen en wereldleiders en gurus en vertegenwoordigers van het boeddhisme en hindoeïsme. Ja, dat was toch in 84, ja? Dacht ik. Mm-hmm. Ja, ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Was een Assisi dat ecumenische meeting hadden, bij wijze van spreken. Nee, interessant is dus dat we hier lezen dat Antichrist Benedictus de Wereldraad nooit bezocht heeft. Ja. Zijn houding tegenover de ecumene is misschien het beste te typeren als afwachtend. Ja, ik denk als je een beetje het voorgeschiedenis van Paus Benedictus den 16. Kent, bevor hij van voorheen paus werd, dan heb je misschien een klein idee waarom dat hij dat bezocht heeft. Als hij nog kardinaal Ratzinger was, was hij 25 jaar lang de voorzitter van de Inquisitie. Ja. 25 jaar lang. Ah, ja. Daarom heeft hij dat niet bezocht. Ja. Zijn houding tegenover ecumene is misschien het beste te typeren als afwachtend. Ja, die wacht gewoon tot ze allemaal terugkomen. Hij neemt er zelf geen besluiten. En dat is heel belangrijk in het licht van die dingen die ik in feite direct wil gaan voorlezen. Ja, je weet dat ik een echte promotor ben van die werken van Tom Fress in First Amendment Radio Inquisition Update. Ik ook. En een van de mooiste boeken die hij ooit gelezen heeft, naast natuurlijk zo'n fantastisch werk als Romanism and the Reformation, waar absoluut niks boven gaat. Aha. Een van zijn andere absolute fantastische werken die ik iedereen aanraad om niet zelf te lezen, maar om te beluisteren met Tom Fress. En neem je eigen boek daarbij. Om het te volgen, wat volgt de lezing van Tom Fress, is The Global Vatican. Mm-hmm. Een boek dat geschreven is van een Jezuïten opgevoede ridder van Malta, Francis Rooney, die tussen 2005 en 2008 de Amerikaanse ambassadeur, hoe zeg je dat, ambassadeur, is dat het Vlaams woord? Ja, goed, gaat goed. Ja. Die de Amerikaanse ambassadeur was voor de Verenigde Staten van Amerika bij de Holy See, ja? Ja. Bij de Heilige Stoel. Zo noemen we dat in Duits tenminste. Niet Holy See, maar Heilige Stoel. Dat is van, als je op de stoel zit en je drukt een keer krachtig, dan komt er ook iets van achteruit, dan is dat bruin. Dat heb je niet zo graag.
Ja, dan maak je wel weer aan het lachen. Ja, gaan we door. Ja, het spijt me nu, Perry, van wat ik hier heb. Als ik nu mijn scherm deel, kunde jij dat ook opnemen? Dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Ja, weet je wat? We zullen eens een keer proberen. Ga jij maar een keer je scherm delen stoppen. Mm-hmm. En dan ga ik een keer mijn scherm delen aanzetten. En dan moet je me een keer laten zien of dat je dat kunt zien. Of dat je mijn scherm kunt zien. Dan kun je meelezen. Ik kan nu jouw scherm zien, denk ik. Ja, ik zie jouw scherm. Ja. Ah, dan kun je het groot maken, dan heb je het in de camera. Hè? Ja. Goed, oké. Dit is in Kindle het boek Global Vatican. Ik heb het, denk ik, fysiek ook. Brett heeft me dat eens een keer gestuurd. Maar ja. Brett heeft mij dit Kindle-boek eens een keer gestuurd, dat ik via Amazon online kan lezen. En ik heb dat open gedaan, omdat er iets is wat ik met jullie graag wil delen. Maar dat is in Engels en ik lees dat in Engels voor. En als Perry dat vindt, dat we dat moeten vertalen, dan kan hij dat proberen. Ja. In elk geval, we zijn hier op pagina 207 van dat boek, The Global Vatican. Dus al redelijk van achter in die deel. En ik lees hier de laatste alinea van die bladzijde hier, zoals je dat hier kunt zien. Zie je dat wat ik hier aankleur? Ja. Highlight. Ik kan. Zo, voilà. Nu zie je een geel, hè? Daar begin ik eens een keer te lezen. Men zou normaal gezien een bladzijde of twee terug moeten gaan, maar dat is voor een ander eigen video. Ik wil gewoon dat hier eens voorlezen, dan verstaan we wat ik wil zeggen. Ja, ja. The challenge was making sure the status really remained permanent. To prove its legitimate place at the United Nations, the Holy See possessed just a single piece of paper, a 1964 letter from then Secretary General U. Tant, inviting the Holy See to join as a permanent observer state. The Holy See's status had been occasionally contested over the years, not by states, but by outside organizations, notably a pro-abortion group called Catholics for Free Choice, that hoped to see its influence reduced or abolished at the United Nations. Now that the Vatican was the lone sovereign without member designation, it seemed wise to bolster its permanent observer status and make it official. On July 1st, 2004, the 40th anniversary of the Holy See's participation in the United Nations, the General Assembly took less than 10 minutes to adopt, by consensus, a resolution confirming the rights and privileges of the Holy See as permanent observer. Yeah, man. By extending to the Holy See all of the privileges and immunities enjoyed by full UN members, the President was offering an additional guarantee of the Holy See's permanence at the United Nations and confirming its unique status. When President George W. Bush signed Executive Order 13427 on March 7, 2007, the United States of America publicly acknowledged Holy See diplomacy to be important, both to the interests of the United States and to the world at large. So, verder zal ik dit nu niet lezen. Als je zegt, ik wil terug mijn scherm gaan delen, dan kan dat voor mij. We kunnen dat ook nog eventjes laten staan. Maar vertel even, wat vind je hiervan, van deze tekst? Wel, het gaat erover dat in deze tekst, in dit klein stukje van Global Vatican, lezen wij dat de Vaticaan de enige staat op deze aarde is. Want de Vaticaan is een staat, ja, een natie, ja, gelijk Nederland een natie is, gelijk België een natie is. De enige natie is die bij de Verenigde Naties in deze wereld een permanente status heeft van observatie. Dus ze zijn geen lid van de Verenigde Naties. Klopt. Ja. Ze zijn geen volledig lid, ze zijn geen half lid, ze zijn niks lid. Ze zijn alleen maar toezichthouder. Toezichthouder, ja, dat heb je goed gezegd. Toezichthouder is een goed woord. Nou, waarom lees ik dat nu als we toch over dat kerkdingen daar, de wereldraad van de kerk willen gaan spreken? Uh-huh. Maar wij, omwille van dat de situatie van de Vaticaan dezelfde is. De Vaticaan kan niet een
volwaardig lid zijn van de Verenigde Naties. Want als hij volwaardig lid was, dan moest hij aan alle mogelijke stemmingen daarbinnen meedoen. Dan moest hij aan alle politiek daarbuiten doen. Maar omwille van dat de paus van zichzelf denkt dat hij God op aarde is, God kan toch niet deelnemen aan de discussies van de mensen. God moet daar buiten staan. Ja? Ja. En zoals werkelijk onze scheppergod buiten deze creatie staat, buiten dat universum en daarop neerkijkt, zo kijkt de paus neer op de organisatie van de VN. Mm. Hij heeft influence. Oh, ja. Wees daar niet verkeerd in. Dat zullen we straks in die andere tekst nog lezen. Daar zijn afgewaardigden van de Romeins-Katholieke Kerk in de Wereldkerkraad. Die vraag is dan, waarom zijn de afgewaardigden van de katholieken, als ze toch geen lid zijn? Dat is een ander oxymoron, dat is een andere kwestie. Een oxymoron, Vatican, ja, een mooi Engels woord. Ja. Ja, vind ik ook. De Verenigde Naties hebben een beetje min of meer hetzelfde probleem. De Vaticaan oefent op heel veel leden van de Verenigde Naties invloed uit. En deze invloed vertaalt zich dan in de politiek van de Verenigde Naties. Uh-huh. Want de Verenigde Naties is niks anders als het officiële spreekorgaan van de Vaticaan over hun uitwendige politiek. Ja. De inwendige politiek, die krijgen ze niet te zien. Daarom is de Vaticaan geen lid van de VN. Ja. En in de Wereldkerkraad is het exact hetzelfde. De Wereldkerkraad werd opgericht om alle afgevallen, bij wijze van spreken zoals ze dat noemen, alle afgevallen denominaties, alle afgevallen geloofsrichtingen, terug te brengen onder de vleugels van de Moederkerk in Rome. Daarvoor kan de Moederkerk in Rome zelf geen deel uitmaken van deze Wereldkerkraad, maar ze kan natuurlijk invloed nemen op die beslissingen en op de politiek die daar gemaakt wordt. Ja, ja, ja. En sinds de oprichting van de Wereldkerkraad, zoals we juist gelezen hebben in het jaar 1948, is de Romeins-Katholieke Kerk daarmee bezig, daarvoor te zorgen dat onder de noemer van ökumenisme die andere kerken, die andere geloofsrichtingen, allemaal terugkomen onder de vleugels van de Romeins-Katholieke Kerk. Zonder dat ze zelf daar een deel van is. Kijk, als de Romeins-Katholieke Kerk daar een deel van uit was, hoe moesten dan al die anderen terugkomen onder haar? Zo is dat een compleet losstaand medium, kunnen we misschien bijna zeggen, een organisatie, ja? Een volledig losstaande organisatie, die op een bepaald ogenblik beslist, ja, wij hebben alles gelijk met de Romeins-Katholieke Kerk, ja, dan kunnen we ook teruggaan bij de Romeins-Katholieke Kerk. En alle leden daarin stemmen toe. En dan gaan ze terug bij de Romeins-Katholieke Kerk. Dat kunnen ze natuurlijk moeilijk doen als de Romeins-Katholieke Kerk er zelf deel van is. Dat is hetzelfde met de Verenigde Naties. Wij spreken bij de zogenoemde Nieuwe Wereldorde van één wereldreligie, één wereldregering, één wereldmilitarisme, één wereldeconomie. Ja? Toch allemaal onder de leiding van wie? Onder de leiding van de paus natuurlijk. Dus kan de paus nog geen lid zijn, of kan de Romeins-Katholieke Kerk, kan de Vaticaan in dit geval, de natie zelf, want de Romeins-Katholieke Kerk is ja alleen maar de vrouw die dat beest rijdt, Openbaring 17, die Romeins-Katholieke Kerk, die naar buiten naartoe die bestuurder is van de Vaticaan, die kan toch niet lid zijn van de Verenigde Naties, als die Verenigde Naties doel is, alles onder de egide van de Vaticaan op het einde te verzamelen. Wat? En hier heb ik dus een stukje gelezen uit Global Vatican, waar je duidelijk in kan zien dat het helemaal geen vraag is wie de touwtjes in handen houdt. Ze hebben alleen maar één officieel papier gehad van Hugh Tant, die secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1964, waarin daarin stond dat zij een permanente observatiestatus toegekend krijgen. En ze hebben dat nu uitgebreid met een executive order van George W. Bush in 2007. En nu is hun permanente observerstatus gecementeerd. Ja? Vast gemaakt, niet meer om te wandelen in iets anders. Dit is over de VN
En waar Perry en ik vandaag over spreken, dat artikel van de Wereldkerkraad, is in feite hetzelfde. Daar gaat het over de Wereldkerkraad. Ik wilde alleen eventjes laten zien dat dat geen afzonderlijk incident is met de Wereldkerkraad, maar dat de Romeins-Katholieke Kerk dat in feite overal zo doet. Ja. Ja? De Romeins-Katholieke Kerk is, stel dat jij ruzie hebt met iemand, Perry, je gaat op café, je maakt ruzie met iemand en die wil op jouw bakken slagen en dan zegt er van, kom, dat dragen we naar buiten. Dan gaan we naar buiten en dan staat er een en die zegt van, geef mij je jas en hij geeft me ook zijn jas. Ik hou de jassen vast en jullie gaan op elkaar en pakken elkaar. En ik hou de jassen. Maar die vent die de jassen houdt, dat is de Vaticaan. Ja. Die op het einde dan nog de termen van de vrede gaat dicteren. Ja? Ja. Want hij is ja de vredebrenger op aarde. Mm. Zoals hij zich noemt. Wat natuurlijk een titel is die alleen maar onze Heer Jezus Christus toebehoort. Lijkt me wel, ja. Wilde jij die scherm nog verder delen? Of wilde jij voor je... Oh, laat het maar aanstaan. Het ziet er wel leuk uit. Jij kan mijn scherm toch ook zien, of niet? Nee, kan ik niet. Oh, maar dan moet jij, want ik sta nog steeds schermgedeeld. Hier, ik heb nu jouw scherm, dat is hier. Hè? Dus als ik mijn scherm deel, dan kan ik alleen mijn scherm hier zien natuurlijk. Oh, je kan mijn scherm nu niet zien. Nee, kijk, als ik hier Skype open doe, dan ziet dat er zo uit. Nee. Dat is ook voor de mensen thuis, dat je leert hoe je moet skypen. Je ziet, Jos ziet het hier uit. Zo ziet het hier uit. We kunnen niet allebei scherm delen. Nee, precies. Ja. Dus als jij gaat scherm delen, dan kan je mijn scherm niet zien. Kan je nu mijn scherm zien? Ja. Ja, nu zie ik dat wel. Mooi. Ja, maar mijn scherm delen is nu ook gedaan, hè? Want ik heb die rode kadering hier niet meer om. Nee, precies, ja. Dus je hebt dat overgenomen en je hebt jouw scherm gedeeld. Ja. Voor mij geen probleem. Ik wilde alleen maar die punt eventjes laten zien, dat artikeltje laten zien. Uit dat boek The Global Vatican. En zoals ik zeg, ik kan het iedereen alleen maar aanraden om zich dat boek aan te schaffen. Dat kost niet zoveel euro's. Mm-hmm. En dan naar First Amendment Radio te gaan. En daar die 99 lezingen die Tom Fresler mee gedaan heeft te volgen. En je gaat daar een fantastische les krijgen over het over geschiedenis. Zoals je dat nog nooit eerder had in feite. Zo. En we zijn dus hier met de Wereldkerkraad bezig. Sorry, ik dacht alleen al, hè. Wat moet ik met een Wereldkerkraad? Ja. Wat mag dat kosten? Ja, tuurlijk. Maar die, 20 cent per jaar of zo? Ik weet niet, die mensen hebben dat altijd maar graag, dat de politiek en zo zich toch met alle mogelijke dingen bezighoudt, weet je? Mhm. Zo is dat niet meer. Zo zijn de mensen niet meer een keer. Hè? Die zijn simpel. Die willen altijd dat iemand zich zorgen maakt over dingen dat zij niks moeten gaan regelen. Ze willen alles op een zilveren tablet gaan krijgen. Mm-hmm. Ja. Goed, we lezen dan hier verder. Ja. Moet ik nog die Alinea daarvoor moet ik nog lezen? Duitse protestanten, daar begint het mee. Ah, ik dacht dat ik daarboven nog was. Ah, oké. Okay. Dat kan je gelijk in hebben. Want ik ga even naar onderen scrollen. Ik denk dat jij een stukje te ver naar beneden gegaan bent. Voilà, want ik moest dat hier... Zijn houding tegenover ecumene is het beste te speren als afwachten. Maar die laatste zin heb ik dan nog niet gelezen. Natuurlijk werden ook tijdens zijn pontificaat gesprekken met andere christelijke kerken gevoerd. Maar dat waren vooral theologische en kerkrechtelijke discussies. Waar hij uiteraard veel van kende als voorzitter van de Inquisitie voor 25 jaar. Ne? Geen baanbrekende pogingen om echte stappen vooruit te zetten. Nee, want voor alles komt zijn moment. En in de tijd van Ratzinger was es noch nie Zeit, um die Ökumene terug te beleven. Die ist nu in volle Fahrt gegangen, sinds dat wij Antichrist Franziskus an het Ruhr hebben. Ja. Deutsche Protestanten erinnern sich mal allzu gut, het bezoek van Benedictus XVI. An Erfurt in 2011. Da heeft de Deutschers gut de Kop gewassen, ja. In het historische... In het historische Augustinerklooster, waar ook Luther rond heeft gelopen, zei de paus dat hij geen cadeau voor de eenheid van de christenen had meegebracht. Hij strooide daarmee spijkertjes in de ecumenische feesttaart. Voor Benedictus bestond het zoeken naar eenheid vooral in het onderhandelen over theologische standpunten.
Voor Franciscus betekent ecumene op de eerste plaats samen doen wat je kunt doen ter verbetering van de wereld, van milieu tot vredesbevordering. Ja, laat ons nooit daarover discussiëren wat wij, waarin wij verschillen. Laat ons alleen daarover spreken wat wij gemeenschappelijk hebben. Mm-hmm. Dat is het credo van Paus Franciscus. Wij gaan dus gewoon alle dingen die ons uit elkaar divideren, gaan we geen rekening mee houden. Zo simpel is het. Dat maakt allemaal niet uit. Het enige wat belangrijk is, is wat wij gemeen hebben. Nou, komen er nieuwe voorstellen van Franciscus? Ik wil nog even een beetje klagen. Ja, doe maar. Die laatste zin. Voor die antichrist betekent ecumene op de eerste plaats samen doen wat je kunt doen ter verbetering van de wereld. Maar de wereld is geschapen door God. De wereld is. En wij gaan de wereld verbeteren? Ik heb daar, jij weet dat ik bij de katholieken heb gestudeerd. Ik heb daar een ernstig probleem mee. Hoezo de wereld verbeteren? Wat houdt dat dan in? En dan van milieu. Hou op over milieu. CO2, daar is niks mee aan de hand. En vredesbevordering, nou, dan mag die paus bij mij eventjes op bezoek komen. En dan ga ik hem vragen hoe hij de vrede heeft bevorderd in Vietnam. Of in Kroatië. En nu mag jij, mijn broer. Ja, je maakt natuurlijk daar een punt mee. Ik wil daar niet te diep op ingaan. Maar uiteraard, de milieubeweging is allemaal kwatsch. En wat je kunt doen ter verbetering van de wereld, daar kan ik misschien maar één ding toevoegen. Laat ons dan eventjes maar een keer de Bijbel bij de hand nemen. Mm-hmm. Want tenslotte, ja, graag. Tenslotte doen we ja alle onze uitzendingen ook op basis van de autoriteit van de Bijbel. Absoluut. En we moeten eerst de Bijbel laten spreken. En als je in Genesis gaat, het eerste boek Mose, het eerste kapitel, in vers 31, dat is de laatste vers van die Bijbel, daar lees je in de Duitse Schlachterbijbel, und Gott sah, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der sechste Tag. Dus op het einde van de schepping zegt Gott, het was sehr gut. Ja. Je kunt natuurlijk uw statenvertaling daarmee bijnemen en kunt u de mensen verklaren als mijn Duits niet duidelijk is. Aha. Maar we lezen bijvoorbeeld op het einde van de eerste dag, lezen wij, und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied er das Licht von der Finsternis. Ja, er sah, dass das Licht gut war. Und dann op de tweede dag zei hij, was Je zit mooi in je stem, Jurk. Ja, op de tweede dag. Ik ben hier aan het kijken waar dat staat. Ja. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung über den Wasser. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung und von dem Wasser über der Ausdehnung und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, es wurde Abend, es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel und so weiter. Und dann in Vers 10 sagt er, und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Ja. Und ob der folgende Tag auch. Vers 12. Und Gott sah, dass es gut war. Ja. So geht die ganze Kreatie durch. Overall sagt er, het was gut. Ja. Maar in vers 31 zegt hem, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Als iets sehr gut ist, ist es dann noch verbeteringswaardig? Ich denke es nicht, hoor. Nee, voilà. Dus, was will die eine Claude de Welt verbeteren, als Gott de Welt al perfekt gemacht heeft? Exakt, dankjewel. De wereld kan alleen maar in dat opzicht verbeterd worden, dat we ervoor zorgen dat de zonde eruit verdwijnt die de mens erin gebracht heeft. Mm-hmm. Want op het ogenblik als God deze wereld geschapen heeft, was ze perfect. De mens heeft het verkwakt. En Franciscus is ook een mens en verkwakt het evenzo. En dat moet je daar eens een keer uit
kan proberen te leren uit wat we hier juist gelezen hebben. Ja? Voor Franciscus betekent ecumene op de eerste plaats samen doen wat je kunt doen ter verbetering van de wereld. De enige manier wat je kunt doen om de wereld te verbeteren is de zonde eruit halen. Ja. En daarvoor is de tweede Adam 2000 jaar geleden gekomen en heeft de zonde van de wereld genomen. Voor die mensen die in hem geloven. Ja? En voor die mensen moet je de wereld niet meer verbeteren. En als hem hier met zijn DS afkomt van milieu, bij wijze van spreken global warming, ja. Daar bestaat geen global warming, maar deze aarde leidt onder de wraak van God. Mm-hmm. Genau of precies dat wat God beschreven heeft in het boek Deuteronomium, kapitel, als ik niet mis ben, 29 of zo, ik weet het niet meer, weet niet meer van buiten, was kapitel 29, was kapitel 18, Deuteronomium is het vijfde boek Mose. Ik moet eventjes gaan nakijken, want ik weet het niet meer. Ik dacht dat het, Segnungen für Gehorsam, Fluch für Ungehorsam. Das Deuteronomium auf 5. Buch Mose, Kapitel 28. Ja. Als je dat een keer wilt gaan lezen, dat zijn zes bladzijden in de Bijbel. Ja. Bei mij, dat is geen klein kapitel, maar dat is een heel interessant kapitel. Mag ik er misschien eventjes een keer een deel van voorlezen, Perry, in mijn Duitse Bijbel hier? Nou, ik heb er even over nagedacht en het antwoord is ja. Het spreekt in het eerste deel over de zegeningen die de mens zou overkomen als hij gehoorzaam is aan God. Dat laat ik maar een keer vallen, want we weten toch dat we allemaal ongehoorzaam geworden zijn. Maar vanaf vers 15 gaat hij spreken over de vloek voor ongehoorzaamheid. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, so dass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtruch. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus dem Land, das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit Getreidebrand und Vergilben. Die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz werden und die Erde unter dir zu Eisen. Der Herr wird den Regen für dein Land im Sand und Staub verwandeln. Der wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist. Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen und du wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf Erden. Und deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren der Nahrung dienen und niemand wird sie verscheuchen. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit den Beulen, mit Räude und Krätze, so dass du nicht geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt, und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang, und kein Retter wird da sein. Du wirst dich mit deiner Frau verloben, aber ein anderer wird mit dir schlafen. Du wirst ein Haus bauen, aber nicht darin wohnen. Du wirst einen Weinberg pflanzen, aber ihn nicht nutzen. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet, aber du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird vor deinen Augen Angesicht geraubt und dir nicht zurückgegeben werden. Deine Schafe werden deinen Feinden gegeben werden und du wirst keinen Retter haben. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden und deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen schmachten, aber deine Hand wird machtlos sein. Die Frucht deines Landes und alles, was du erarbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest, und du wirst nur unterdrückt und misshandelt werden die Tage. Und du wirst wahnsinnig werden von dem, was deine Augen sehen müssen.
Der Herr wird dich schlagen mit bösem Geschwür an Knien und Schenkeln, dass du nicht geheilt werden kannst, von deiner Fußsohle bis zum Scheitel. Und der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Dies ist ein ganz, ganz, das ist ein ganz, ganz belangreicher Vers 38, die ich just gelesen habe. Ja, ja. Da sind so viel Analysis, die über die Vers allein. Heel mooi vorgelesen. Danke. Maar da, deze Vers allein fragt ein Video von 2-3 Uhr Zeit, um allein diese kleine Vers zu analysieren. Mhm. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst. Er spricht hier über das Volk von Israel, ja? Sie sind just aus ägyptische Gefangenschaft, 40 Jahre durch die Wüste antlopen, und auf das Ende davon alle gelopen, und sind nun auf Weg nach das Heilige Land dazu. Ja? Da sind sie noch nie angekommen, aber sie sind da nun auf Sprung dazu, um in das Land zu gehen. Und der Herr soll jou und der König, die ihr soll über jezelf setzen, nach ein Volk leiden, das ihr nicht kennt, ook hun vaders ken je niet, en daar zul je andere goden dienen van hout en van steen. Zo kan ik het best een keer naar het Nederlands eventjes proberen te vertalen. Nu, als we van deze zin hier eventjes gaan naar het tweede boek Samuel, en dan het 8e kapitel, daar heb ik een keer een video van gemaakt, daar staat geschreven, ben ik nu juist? Tweede Samuel of was het eerste Samuel? Nee, het was eerste Samuel, sorry. Neem je tijd. Ja, ja, ik, dat heeft de tijd niks Jörg, te doen. Jörg. Belangrijk is dat de luisteraars, de kijkeraars, niet zenuwachtig worden van ons, whatever. Zo rustig mogelijk, anders maakt het geen indruk, Jörg. Het erste Buch von Samuel, Kapitel 8. Ja. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Das war sein nu unterdessen noch lang in Israel zurechtgekommen, ins gelobte Land. Ja? Sein erstgeborener Sohn von Samuel hieß Joel und der andere Abijah. Die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Ringt deren Belleke, als genau von da unsere Politiker denkt, ja? Dit is da- een hele mooie taalwisseling, stemwisseling. Dat heb je goed gedaan, jongen. Dank je. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht mehr auf deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Okay, hier ga ik de Schlachterbibel eens verlaten en ga ik in mijn volgende Bijbel gaan rondkramen. En dat is natuurlijk de Bijbel überhaupt. Dat is namelijk de Koning James. De King James Bible. Ja. En daar gaan we eens in een Samuel. Even één seconde, Jörg. Ja, doe maar. Ja. Het woord überhaupt. Daar moet een. Weet je zo'n ding? Twee van die puntjes moeten er. Een omlaut. Ja. Deelteken noemen ze dat in Vlaams. Ja, omlaut is een Duits. Omlaut, hè? Dus überhaupt. Maar dat is officieel Nederlands. Ja, dat staat zelfs in een Nederlands woordenboek. Ja, ja. Wat dus, het precies betekent, weet ik ook niet, maar het is een leuk ja. Dat is een krachtigere uitdrukking als het woord helemaal. Kut. Ja. Wij Nederlanders hebben al die tijd verloren met voetballen. En dan ook nog met taal. Ja, maar ja. Dat is wel een kwelling. Maar goed, er was alleen maar interruptie. Dus gaan we door. Geen probleem. Dus ik moet hier teruggaan naar de Bijbel van de koning Jacobus. Ja? Mm-hmm. En daar lezen we dus in het 8e kapitel een duidelijker taal als we dat in Duits gelezen hebben. Mm-hmm. Dus in Duits heb ik juist gelezen 1 Samuel kapitel 8. Waar is dat hier? Oh, zal ik hem ook even bijpakken?
Ik heb toch de King James online, dus... Ik heb de King James hier, maar Samuel heb ik teruggedaan. Dan pak ik even Samuel erbij. Ik heb het hier, het staat in vers 1 of 5. Eén of twee Samuel? Eén Samuel, eerste Samuel. Eén Samuel, oké. Okay. Ja. En dan? Kapitel 8. Kapitel 8. En dan vers 5. Ja, die zien we zo wel. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Hoe klinkt dat in de Statenvertaling? Die hebt u niet opengedaan, die hebt de Koning James open. Ja. Nou, de Koning James leest zich dat als volgt. And said unto him, behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Ja, en nu pak je de Statenvertaling erbij. Dat kan ik ook. Ja, hier staat het dus veel duidelijker daarin, dat de Israëlieten vorderen van hun leider op dat moment, Samuel, aha. Dat hij ervoor zorgt dat zij een koning hebben, zoals de heiden ook een koning hebben. Zoals de heidenen, ja. Ja, want daarvoor hadden zij geen koning. Zij werden geregeerd door God. En Samuel was gewoon ingezet om min of meer alles wat God ordineert, door te zetten. Ja? Ja. Ja, eerste boek Samuel en dan achtste kapitel moet je gaan. Hey, even kijken waar ik zit. Je zit in het eerste kapitel. Ja, ja precies. Achtste kapitel. Ja, en dan vers 5. En dan heb je het daar. Ja. En zij zeiden tot hem, zie, jij bent oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om ons te richten gelijk al de volken hebben. De Statenvertaling is even precies als de King James. De Duitse is niet zo precies. Die Duitse zegt... Ein König über uns, der uns richten soll nach der Weise der Heidenvolker. Op de manier van de heidense volken zal deze koning ons rechten. Maar in Nederlands staat dat veel beter. Zet een koning over ons, gelijk al de volken hebben. Wij hebben namelijk tot nu toe geen menselijke koning die ons regeert. Ja? En in Deuteronomium, in het vijfde boek van Mozes, was ik ja juist aan het lezen over deze dingen. Mm-hmm. Over dit verhaal. Waar de Heer zegt, waar was ik nu blijven staan hier, dat was in vers, wacht, ja, kom, al die boeken die hier zijn en die verschillende kapitels opengeslagen, kom ik een keer hier en daar door elkaar. Maar er stond dus in, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen. Dus God zegt hier, in vers 36 van Deuteronomium, Prophetes, zou men dus kunnen zeggen, maar logisch, God spreekt altijd Prophetes, want God is de profeet aller profeten. Mm-hmm. Ja, hij kent het einde van de beginning, maar heel duidelijk eventjes. De Heer zegt hier heel duidelijk in Deuteronomium, kapitel 28, vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst. Hij zegt hier dat jij, dat volk Israël, een koning over zichzelf zal zetten. En dat is precies wat hier in 1 Samuel kapitel 8 vers 5 gebeurt. Waar dan erin staat, zo setze nun een koning over ons, der ons richten soll naar de wijze der heidenvölker, waar de Statenvertaling veel beter is, die zegt van, zo zet nu een koning over ons, om ons te richten, gelijk al de volken hebben. Want als we dan nu in Deuteronomium verder lezen, dan gaan we zien wat die koning gaat doen. En du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött unter allen Völkern, zu denen der Herr dich vertreiben wird. Du wirst viel Samen auf das Feld hinausbringen und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es fressen. Du wirst Weinberge pflanzen und bebauen, aber keinen Wein trinken und einkellern, denn die Würmer werden es fressen. Du wirst Ölbäume haben in deinem ganzen Gebiet,
aber du wirst dich nicht mit Öl salben, denn dein Ölbaum wird keine Früchte abwerfen. Du wirst Söhne und Töchter zeugen und doch keine haben, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Das Ungeziefer wird alle deine Bäume und die Früchte deines Landes in Besitz nehmen. Der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen. Denk mal nicht an die Situation von den Flüchtlingen, die wir von da haben. Ne? Der Fremdling in Juli Mitte galt altijd hohe Stärke und jij galt altijd mal tiefer Sacke. Ne? Er wird dir leihen, der Fremdling wird dir leihen, aber du wirst ihm nicht leihen. Was ist so grappig? Hey, sorry, ich muss lachen. Ja, was ist so grappig? Ja, ich ga mal door. Ich muss even lachen. Ja, okay. Das war eine rake Opmerkung, mein Freund. Ja, das habe ich so in mir, ja. Okay, geht weiter. Geht weiter. Er wird dir leihen, du wirst ihm aber nichts leihen. Er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat. Und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast, mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest, musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen, in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel, an allem. Er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. So, ich gehe hier mit Deuteronomium stoppen und ich gehe zurück nach 1 Samuel Kapitel 8. Und da gehen wir das lesen, was ich da jetzt gesagt habe, nämlich Gott geht hier eine Antwort abgeben. Ja, ja Gott, das ist Gott spricht das hier. Das ist gut, lass mir das mal nicht weiter lesen, das ist Datenverteilung. Ich muss gewohnt nach beneden scrollen, als ich beneden okay, angekommen okay. Ja? Ich sitze jetzt auf... Und sie sagen, ja, es ist gut, bleib so stehen. Ich muss Pferde nach Beneden gehen, als ich Pferde lese. Und sie sagen, jij seid alt geworden, und die Sohne wandeln nicht in Ü-Wegen. Ja. So set nu ein König over uns, um uns zu richten, gleich alle Volken haben. Maar dit wordt was kwaad in de Augen von Samuel. Und sie sagen, geef uns einen König, um uns zu richten. Und Samuel bat den Heere an. Doch der Heere sagte tot Samuel, hör nach der Stimme des Volks in alles, was sie tot ü sagen solle, want sie haben ü nicht verworben, aber sie haben mich verworben. Lieb je mooi, ja, König over hen soll sein. Ja. Na alle Werken, die sie getan haben, von dem Tag auf, toen ich in Ägypten geleit habe, tot ob diesen Tag zu, und haben mich verlaten, en andere Goden gedient. Also tun sie ook. Hör dann nu nach hun Stem. Doch als jij hun op het hoogste zult betuigt hebben, so zult jij hun te kennen geven de Weise des Konings, die over hun regeren zal. Samuel nu zeide al de woorden des Heeren aan het volk, het welk een koning van hem begeerde, en zeide, dit zal des Konings Weise zijn, die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen. Ja, scroll een keer, want ik kan niet lezen als je scrollt ook nog. Dat is een beetje moeilijk. Ja. Ik laat hem weer stellen. Ja. Hij zal uw zonen nemen, dat hij hen zich stellen tot zijn wagen en tot zijn ruiteren en dat zij voor zijn wagen heen lopen. En dat hij hen zich stellen tot oversten der duizenden en tot oversten der vijftigen en dat zij zijn akker ploegen en dat zij zijn oogst oogsten en dat zij zijn krijgswapenen maken met skaders en wapentuig. En uw dochteren zal hij nemen tot apothekeressen en tot keukenmaagden en tot baksters. Nee, akkers ja. En uw wijngaarden en uw olijfgaarden. Die de beste zijn, zal hij nemen en hij zal ze aan zijn knechten geven. En uw zaad en uw wijngaarden zal hij vertienen en hij zal ze aan zijn hovelingen en aan zijn knechten geven. En hij zal uw knechten en uw dienstmaagden en uw beste jongelingen en uw ezelen nemen en hij zal zijn werk daarmee doen. Hij zal uw kudde vertienen en jij zult hem tot knecht dienen.
Jij zult wel te dien dagen roepen vanwege uw koning die jij zult verloren hebben, maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Hier gaan we eventjes gaan stoppen. En nu leg toch eens een keer alsjeblieft die relatie met wat ik hier juist gelezen heb. En kijk eens een keer hoe de regeringen vandaag de dag zijn, die wij elke 4 jaar terug gaan kiezen in die urne, door onze stem in zo'n ding te gaan doen. En te zeggen van, ho, leid ons, help ons. Ja. Wij doen dezelfde fout elke 4 jaar die Israël in de tijd gedaan heeft. God verwerpen en een heidense koning voor ons zetten. Of ja, een koning voor ons zetten gelijk de heiden hebben. Ja. Punt uit. Ja? Klopt. Het is totaal waar. Het is wel verdrietig of droevig voor de mensen om dan te weten dat jij en ik, wij kunnen het nieuws van 3 dagen geleden omhoog halen. En daar staat hetzelfde in als in dit werk. Want hoe oud is dit, wat jij nu voorgelezen hebt, Samuel? Ja, gebeurd is dat rond 4000 jaar geleden. Ja, zo is het. 3500 jaar geleden. Mm-hmm. Tussen 3500 en 4000 jaar. Mm-hmm. Ja. We leren ook helemaal niks, hè? Ja, ik maak een grapje natuurlijk, hè? Nee, de mensheid leert helemaal niks. Nee. Niet veel. Oké, leg er even een stukje voor. Perry, dat is gelijk dat spreekwoord dat iedereen zegt van, ja, er is niks nieuws onder de zon, de geschiedenis herhaalt zich toch maar. Maar dan zijn ze zo naïef en zo dom, dat ze het geschiedenis niet echt gaan studeren, zodat ze dus niet begrijpen hoe dat geschiedenis zich altijd maar terug herhaalt en herhaalt en herhaalt. Ja? Oké, nu even over, even terug naar de realiteit. Ja, dat nieuwe, was realiteit. Ja, nieuwe dit is fictie. Nieuwe voorstellen van Franciscus, vraagteken. Lees het even voor, met jouw mooie Nederlands. Ja, ik wil niet meer zo lang daarmee doorgaan. We zitten al bijna aan een uur. En, nog 2 minuten. Ja, dat kunnen we natuurlijk wel nog eventjes doen. Het bezoek vandaar aan de stad van Calvin en de 23e internationale reis van de paus. Het enige officiële tintje is de verwelkoming door de Zwitserse bondspresident Alain Berset. Op het vliegveld. Ja, interessant dat er hier zo als een alleenstaande zin gedaan wordt. Ja, op het vliegveld. Ja, 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 dat is namelijk precies hetzelfde wat gebeurde in 2008 als Paus Benedict XVI naar Amerika ging en door George W. Bush op het vliegveld van Washington onthaald werd. Ja? Oh, ik dacht dat het Obama was, maar... Okay. Nee. Dat was George W. Bush in 2008. Oh. Dat was als de paus naar Amerika kwam om de 200ste verjaardag te vieren van de oprichting van de bischoffelijke diocese van Baltimore, die toen opgericht werd door John Carroll in 1808. Dat was om de verjaardag van Hitler te vieren, want dat was inclusief de 30ste april. En dat is de verjaardag van Adolf Hitler. Oh, oké. Okay. En dat was om te vieren dat zij... dat de paus dus Amerika overwonnen heeft in de oorlog van onafhankelijkheid, waarvan die Amerikanen ja nog altijd denken dat zij hem gewonnen hebben. Maar uiteraard... maar dan spijtig nog die Romeinen die dat gewonnen hebben. En om daaraan te herinneren, hebben ze nog een pipe- en drumcore laten rondlopen. Geen enkele mens verstaat waarvoor dat er dient, maar ik heb daar video's op mijn kanaal opgeladen van Tom Friss uiteraard, die deze bezoek van Benedict XVI aan Amerika in 2008 compleet uit elkaar haalt en uitlegt en de betekenis daarvan allemaal heel haarklein gaat verklaren. Dat is een heel schone video van toch een beetje meer dan een uur. Waar dat doet, kan ik iedereen aanraden om maar aan te kijken op mijn YouTube kanaal. En toen werd de paus dus ook op het vliegtuig begroet. Wat al in tegengaat op de hoe zeg je dat, op de regels die een staat gelijk de Verenigde Staten van Amerika eigenlijk hebben, namelijk dat een buitenlandse bezoeker aan de president moet naar het Witte Huis komen. Lijkt me wel, ja. En krijgt daar de deur geopend. Ja. Maar
De paus is niet zomaar een of andere bezoeker. Hè? Nee, daar die moet je moet naartoe, op het vliegveld hè? Afgehaald worden. Ja. Daar komt de president naar de paus en niet de paus naar de president. Ja, wij moeten zien wie aan wie ondergeschikt is. Hè? Dat moeten we even juist houden. Ja, ja precies. Ja. Lees het lekker door. Op het vliegveld dus. Daarna vertrekt de paus naar het hoofdkantoor van de Wereldraad van Kerken. Vier gesprekspartners wachten hem daarop. Ja, nu krijg ik het stilletjes aan. Nu wordt ja, ik kreeg maagpijn als ik dat niet kan lezen. De secretaris-generaal, de Noorse Lutheraan Olaf Fikse Tweit. Verder de Anglikaanse theologe Agnes Oborn uit Kenia. En jij hebt die interessante opmerking gemaakt. Ja, waarom is dat een Anglikaanse theologe uit Kenia? Ja. Anglikaans was toch Engels? Ja. Ja, Kenia zal waarschijnlijk een voormalige kolonie van Engeland zijn, veronderstel ik, dat daarom een vertegenwoordiger van de Anglikaanse kerk is. Ah, ja. En mensen die denken dat de Anglikaanse kerk een protestantse kerk is, die moeten nog eens een keer gaan verder slapen. Die is nooit protestants geweest. Dat is gewoon de katholieke kerk van Engeland, die zich afgekeerd heeft van de autoriteit van de paus, als gevolg van de rebellie van koning Hendrik den VIII. In de jaren 1500, wanneer was dat? 34 of zo, iets daar. Als hem zijn huwelijk wilde. niet gedaan hebben. Zijn scheiding wilde hebben van de paus. En die hem dan niet gaf. En dan heeft hij gewoon gezegd: van ik neem u al die kerk weg ook. Maar daarom bleef het nog altijd een katholieke kerk. Hè? De mensen zijn arts-katholisch in de Anglikaanse kerk. Ja, als je over hun geloofsrichting gaat spreken. En dus zal deze Anglikaanse theologe Agnes Oborn uit Kenia vertegenwoordiger daarvan zijn. Dus eerst en vooral dus bij wijze van spreken voor de Afrikaanse continent. Ten tweede is nog een vrouw, Agnes Oborn. En wat heeft een vrouw in een kerkelijke leidingsfunctie te doen volgens de Bijbel? Ja. Niks. Ja? Ja. Dat moet maar een keer zo gezegd worden als het in de Bijbel staat. Ja. Niets. Ja. En de metropoliet, wat dat ook mogen zijn, Genadois uit Constantinopel, daar heb je dus de oostelijke kerk ook nog mee bij, en de methodistische bischop Mary Ann Swenson, weer een vrouw van de methodistenkerk uit de Verenigde Staten van Amerika. Ja. Nu, waarom, dat is een keer interessant, als we nu eens een keer analyseren met welke mensen hebben we het hier te doen. Secretaris-generaal van de Noorse Lutheraanse kerk, Fikse Tweit. Ja. Ja? De Lutheraanse kerk heeft in 1999 op Reformatiedag, 31 oktober 1999, een contract ondertekend met de Romeins-Katholieke kerk over de gezamenlijke geloofsvorming. Ja? Ja. Joint Doctrine of the of the Faith dingen daar. Ik kom niet meer precies op die titel. Ik heb daar uitzendingen. Ik weet dat je gelijk hebt. Dat is echt zo. Ga maar door. Ik heb daar uitzendingen over gedaan in Hour of the Truth. Dat waren de eerste drie uitzendingen die ik in Hour of the Truth gedaan heb. Dus als je naar die afspeellijst gaat op mijn kanaal, Hour of the Truth, en je pakt de allereerste drie of vier video's, daar gaat het over dat contract wat de Romeins-Katholieke Kerk met de Lutheraanse Kerk gesloten heeft. En dat was in feite een verklaring dat zij vanaf nu min of meer dezelfde theologische standpunten hebben. En dat dus in feite de Lutheranen hun protest neergelegd hebben. Ja. Dus, die secretaris is van die Lutheraanse Kerk. Vijf jaar later, in 2004... hebben de Methodisten dezelfde contract getekend. En daarom heb ik Mary Swenson van de Verenigde Staten als methodistische afgevaardigde hier mee bij. Die eveneens dus een hoge positie in de Wereldkerkraad heeft. Dan heb ik, zoals ik al rechts gezegd heb, Agnes Oborn uit Kenia voor de Anglikaanse Kerk. Want die Anglikaanse Kerk is niet protestants, die is altijd Engels-katholiek geweest, laat ons maar zeggen. Ja. En wat het nu precies met die metropoliet Gennadios uit Constantinopel op zich heeft, dat ik veronderstel dat dat een van die vertegenwoordigers is van die orthodoxe kerk. En die orthodoxe kerk heeft een paar jaar geleden eveneens het papier met de Vaticaan ondertekend, dat zij terug onder de vleugels van de Vaticaan komen. Dus hij is hier omgeven van vier personen, die allemaal contracten getekend hebben, om daarmee akkoord te gaan met de politiek van de Romeins-Katholieke Kerk en met de politiek van de Vaticaan. Ja. Punt uit. Ja.
een kwartet dat illustratief is voor het religieuze mozaïek van de Wereldraad. Een kwartet dat illustratief is voor de verraad van elke anti-Romeins-katholieke religie die ze hebben en die ze hier zelf gaan bedriegen en het Romeins-katholicisme terug gaan huldigen. Ja, man. Zo ziet het eruit. Mooi gezegd. Oké, ik ga even de afronding doen en je blijft aan de lijn, hè? Mm-hmm. Wil je nog iets als laatste zeggen? Nee, ik denk het niet. Nee, ik vond het wel mooi internationaal. Er was Engels, ja. Er was Duits, er was Vlaams. Ja, ik moet je prijzen voor je Duits. Waar heb je dat geleerd? In Hamburg? Oké, lieve luisteraars. Hartstikke bedankt dat je hiernaar geluisterd hebt. Dat stel ik en dat stelt Jurk erg op prijs. Lekker rustig achterover liggen en gewoon luisteren, meer niet. Geen zorgen maken. En op zijn Hamburgs zag ik tjus en dag lievers.